Yo kijkers van Spansprof hier. Welkom eindelijk terug op het kanaal bij een gloednieuwe video van Spansprof. In de laatste, de aflevering 11, dan kunnen jullie zien hoe er een 7e lieve ex is aangekomen. En dat dat ook niet helemaal goed ging. Dus met aflevering 12. Nog een keer. Gelukkig geluk in de lift. Tijd geleden dat ik het spel heb gespeeld. Dus het zal even een beetje wennen zijn. Zeg ik, een beetje wennen. Ik heb het spel ook al jaren weer gespeeld. Dus ik moet wel even wennen aan de knoppen. Cool. Ik moet uitkijken dat ik niet van de lift val. Nu weet ik het weer. Dan heb ik de laatste aflevering in 2017 zo opgenomen. Oh. Dat mag niet, hè? Dat is niet lief. Zo. Timer moet af, dus ik moet een beetje opschieten. Dat vind ik gemeen. Dat is niet zo lief. Je mag nooit anderen in de rug aanvallen. Verstandig. Zo. Munch pakken. En dan pak ik deze kapot. Zo, de mapper. Afblijven. Ik ga dat voor jou. Zo. En dan moet ik heel gauw de andere. Oh. Oh, hommelknuppels. Zo, kan ik ook. Maar voor de van knuppels kan wel lekker knippen. Zo. Ja, meer geen nummers. Dat is gaaf. Zo. Voor degene die niet weet waar het spel over gaat, of die nieuws zijn op het kanaal. Het spel gaat over Scott Pilgrim.
Die wordt verliefd op een meisje, maar is één probleem. Zijn vriendinnetje, die heeft nog grote ex-vriendjes. 7 precies te zijn. En die zijn niet helemaal leuk. Het is een beetje slecht. Oh, ik geloof niet dat het geruikt, hè? Ja. Maar ze ook zijn. Het is een. Zijn schat. Om die 7 boze ex-vriendjes te verslaan. Nou, kom hier. Blijf staan. Zo. Zo. Oh. Uit, wat doen we met de boze ex-vriendjes? Het is van mij. Afblijven. Zo, ik hoop dat ik het ga redden, maar ik ben bang van niet. Maar goed, we zien het wel. Oh, oké. Okay. Ik ga het versterken bij de hand. Zo. Dat ik ook dat. Oh, knipper! Lefknip! Mooi, de lef komt bijna. Scott Pilgrim was zoals ook een wekelijkse serie. Maar door omstandigheden kon ik het helaas niet voortzetten. Dus daarom weer een nieuwe aflevering. Die omstandigheden zijn eigenlijk dat de uitwinkel, de fysieke winkel, er niet meer bestaat. En ik heb hem! Maar degene die de film gezien heeft, weet dat dit niet het einde is. Maar zoals ik al zei, de fysieke uitvinding bestaat niet meer, maar het kanaal natuurlijk wel. Dus ik blijf gewoon lekker doorgaan. Oh, we vallen. Nee, met uw open. Maar we zijn aflevering van bestaande series. Zoals Kingdom Hearts, Inokuni, Scott Pilgrim, wil ik nu kijken. Dus blijf gewoon lekker abonneren. Ze doen heel snel doorlopen. Ho! Dat ging mij nog fout. Ik heb dit spel een aantal jaar geleden ook met een vriend van me gespeeld. De Kool. Auw. Toen kwamen we ook zo ver, maar we hebben volgens mij nooit uitgespeeld. Dus misschien gaat het
Ja, lekker. Het staat hier weer. Klaar voor ronde 2. Zo. Het zwaard nemen we mee. Ik snap niet waarom je nou zo veel als vriend wil. Auw, dat is bruut. Ze zijn geen vriendjes meer. Yes, wordt ook gemeen, dan mag ik dat zo. Oh boy. Wow. Dat is niet helemaal niet hier. Rammen zou ik je rammen. Is dat hè? We hebben hem verslagen. Nee, het zou er niet. Nee, we
Ben je bang van niet? Nou, ronde 3. Nog 2 levens. Oh, dat heb ik nooit. Bam, 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 bam. Bang, 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 bang. Af jij. Zo. Dat zijn de robotjes. En dan komen nog meer, tuurlijk. Hoe zou je mensen gebruiken als je robots moet gebruiken? Ik ga ook nog animatie 2 opnemen. Die is goed proberen. Dit uit te spelen. Zo, wat is dat? Leuk, ga het parkeren. Zo. De lezers gaan doen. Fijn. Ik geloof niet. Het kan spel. Het kan met het spel. Oh yes. Dat is een Scorpio en Hyperball. Eerlijk! Zo. Het schoot met jullie. Ik vecht het af bij het beeld, leuk. Ik moet zien wat je moet doen. Heel mooi. Ik
Oh, is dat beloofbaar? Ah, oké. Okay. En ik sluit deze aflevering ook af. Vond je het een leuke aflevering? Geef dan even een like. En in aflevering 13. Ga uiteraard verder. Met de 7e boze ex. En hopelijk samen dan. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.